VARA steekt de vlag uit. De VARA viert feest, de VARA is jarig. En de VARA nodigt iedereen uit om op 2 en 3 november naar Hilversum te komen, waar een groot aantal festiviteiten plaatsvindt. In de VARA-studio onder andere een jubileumtentoonstelling van oude en nieuwe VARA-zaken, een Atari-computerproject om zelf met computers kennis te maken, een cartoonfilmfestival met onder andere de Snorkels. In het Omroepmuseum onder andere een tentoonstelling over de geschiedenis van de omroep. Staatsbosbeheer heeft in de omgeving van de VARA-studio speciale wandelingen uitgezet. Dit is nou een van die plekjes waar je zaterdag en zondag ook kan komen. Als je komt wandelen met de VARA. In en bij de Expohal in Hilversum onder andere. Handige Handen, een vrije tijdsbeurs voor amateurs. In de grote sterrenshowtent op zaterdagmiddag 2 november een amusementshow met het VARA Dansorkest en talrijke Nederlandse vocalisten, waaronder Lee Towers, Margriet Eshuis en Carrie Tefse. Toegang gratis. Zondagmiddag 3 november, ook in de sterrenshowtent, een groot popspektakel met onder andere TC Matic. Toegang weer gratis. Ook op zondag 3 november de Maple Leaf Loop, een prestatieloop over diverse afstanden. Start en inschrijving tot 12 uur bij Anna's Hoeve. Kom zaterdag 2 november en of zondag 3 november naar het VARA-feest in Hilversum. Neem bij voorkeur de trein, want er zijn weinig parkeerplaatsen. Voor meer informatie kunt u nu bellen 035 711 911. Tot ziens bij het VARA-feest 2 en 3 november.